De stad is vreemd door schuine straten. De aarde draait, de maan is rood. Een krab ligt dood en wit op zijn rug in de goot. De vloed leidt voor de stad. Een eend kwaakt in de zwarte gracht, een zware plons klinkt er achteraan. Een oploopje ontstaat op de wallen, iemand roept: help, ze verdrinkt! Een vrouw is in het water, ze is haar tas achterna. Het rode licht van liveshows valt in snippers op de golven. De cirkels licht deinen uiteen, de vrouw proest omhoog boven haar blote borsten de vangst. De spatlap van een fietswiel. Weer verdwijnt ze en ver van de kringen op het water verschijnt. Ze roept beet en zwemt moeizaam naar de kant. Gehuld in druipend haar en slip torst ze haar tas aan wallen en inspecteert de spuitende waterzak. Natuurlijk, haar portemonnee is gerold. Maar zij zegt, shit, mijn shit is nat. En dat is dus ook zoiets wat ik inderdaad als het erom gaat, wat heeft Johnny voor invloed gehad? Observeren en sublimeren. Als iets echt gebeurd is, dan hoef je eigenlijk niet verder meer te zoeken, maar hoe je van een brok steen een diamant maakt. Heel goed gezegd. Ja. Ja. Ja.